Hans, hoe is jouw start geweest bij VVV Venlo deze week? Ja, vorige week begonnen. En dat was natuurlijk een beetje kennismaken, een beetje aftasten. Maar ja, maar dan merk je alweer gauw dat het je ding is. En dan, dan ben je alweer een paar dagen verder. En dan voel je je aardig thuis, moet ik zeggen. Dus dat is wel lekker. Wat heb je opgemerkt in die 3-4 dagen dat je nu aan de slag bent? Nou, gewoon dat de jongens heel veel gretigheid bezitten. En maar ook gewoon heel veel plezier uitstralen en bereidwillig zijn. En ja, een mooie groepie die er staat. Je bent nu met de groep vandaag in Denemarken, hier in het wellnesscenter. Ja. En je zit in Hotel de Maashof op trainingskamp. Dat is geen Turkije, dat is geen Zuid-Spanje. Nee, maar weet je, dat hebben we van de week ook gezegd. Waar we zouden ver weg moeten als je alle faciliteiten dichtbij hebt. En nu zien we ook als er een keer een jongen afvalt van een training of twee. Ja, dat je ook wat makkelijk wat jeugdspelers er weer bij kan trekken. Als je weer eens 11 tegen 11 wil spelen. Dus dat heeft zijn voordelen. Maar weet je, vroeger gingen we op trainingskamp. Omdat het dan in de maand januari gewoon slecht was in Nederland. Met vorst en noem maar op. Ja, maar meestal is dat nou pas weer in februari of zo. Dus zo is het gegroeid. Maar ik moet zeggen, alle faciliteiten die we hier hebben. Hè, als je ziet, vanmorgen in het stadion getraind. Vanmiddag weer hierheen. Dus ja, dus je hoeft niet zo ver weg. Neem ons eens even mee in zo'n voorbereidingsperiode. Wat doe je precies? Nou, we zijn er vrijdag en zaterdag begonnen. Dat is echt goed opstarten. De jongens weer laten wennen aan... toch 2-3 weken eraf geweest. Weer laten wennen aan een beetje wat lopen. Wat aan de bal. Niet te gek veel in de blessure lopen. Ja, nou, vanaf maandag hebben we toch wel weer wat gas gegeven. Hè? Want we zijn er wel over eens dat we gewoon heel veel moeten werken op het veld. En dat je in de gebieden waar we spelen, dat we ook echt gezonde agressie kunnen tonen. Nou, en daar zijn we druk mee bezig. Ken je je spelers inmiddels allemaal? Ja. Dus weet je, dat is ja, de jongens die ken je. Maar dat is dan van tv of wel ze tegen ze gespeeld hebben. Maar uiteindelijk de namen en op een gegeven moment, ja, dan weet je wie waar wat is. Dus dat is, dat zit er allemaal heel snel in dan. Binnenkort een nieuw gezicht erbij, Oussama Dagfalou, ja. Afkomstig van Vitesse. Wat kun je daarover zeggen? Nou ja, gewoon dan kijk een speler die niet voor niets naar ons komt. Wil zelf heel graag, want wil wel minuten maken. Wil echt laten zien dat ze het bij Vitesse aan het verkeerde eind hebben. Maar het is een speler met bepaalde kwaliteiten, met diepgang. Is lekker aanspeelbaar. Waar ik vaak ook naar kijk, dat doe ik niet alleen. Maar natuurlijk met onze hele staf. Van, ja, wat doet hij ook in balverlies? Hè? Doet hij wat dingen opjagen waar het moet? En waar we dan de rest van de verdediging weer het middenveld zich wat kunnen herpakken. Dus dat is wel van belang. En weet je, maar oké, uiteindelijk zie je het. Je hebt iedereen keihard nodig. Ja, en ook die jongens die niet aan het spelen komen, dat is best wel lastig. Hè? Want die zullen daarin toch een positieve vibe moeten blijven geven. Want we willen zo sterk mogelijk team hebben. Hè? Ik heb een bewust team, want dat is het allerbelangrijkste. Verwacht je dat er nog wat gaat gebeuren tijdens deze transferwindow? Ja, weet je, er zullen misschien ook jongens zijn die zeggen van ja, weet je, ik zie nu wat er gebeurt. Ik noem maar wat Davloes er nu bij. Nou, dan ga je ook als speler zijn, als je op die positie speelt, ook wel nadenken, denk ik. Ja, dat zijn er nogal jongens die ook echt willen gaan voetballen. Ja, daar moet je ook mee in gesprek. En uiteindelijk wil je met alle posities of alle formatie die je ook speelt, wil je altijd een dubbele bezetting hebben. Dat is niet altijd mogelijk. Maar je probeert wel zo goed als mogelijk de jongens waar die het elftal kunnen versterken. En dat is belangrijk. Het gaat niet om het individu, maar het gaat puur om het team gebeuren. En dat we met z'n allen erin blijven. Hè? Want daardoor zijn we de klus ook aangegaan. Ja, want eerste competitiewedstrijd, zondag 19 januari tegen PSV thuis. Ja. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, een mooie uitdaging is er niet. Hè? Weet je, PSV en iedereen zegt van ja, moeilijke fase gehad. Maar die zijn nu ook niet opnieuw begonnen. Hè, met Faber erbij. Die zijn geëindigd tegen Zwolle, als ik het goed heb. Ook in een formatie dat je denkt van ja, zal die dadelijk ook zo gaan spelen. Hè? Maar we hebben ook gemerkt dat er nu ook weer wat jongens zeg maar, geopereerd zijn bij PSV. Jongens die op de weg terug zijn, zijn die speelklaar. Maar weet je, zo'n wedstrijd als PSV, ja, die moet je met beide handen aangrijpen, jongens. En met elkaar gewoon zoveel plezier uitstralen. En het laten zien dat alles mogelijk is, ook tegen PSV. En als je dan alles aan gedaan hebt en het is niet gelukt, nou, dat is dan jammer. Want dan komen weer de wedstrijden waar je echt ook moet staan. Want zo simpel is dat. Nou, heel veel succes in de voorbereiding dan. Dankjewel, gaan we ook doen.